vrouw. Op het Schatteiland is de meeste van gepacht de laatste tijd behoorlijk chagrijnig. Oké, jullie moeten alle sommen doen. 1, 2, 3, 4 en 5. En ja, ook de sterretjes. Jullie zitten met de verkeerde binnen het bed gestapt. Wat? Als jullie zo gaan beginnen, hoeven jullie hier niet meer te komen. De kinderen weten niet goed wat ze hier nu van te denken. Ja, ik bedoel eigenlijk waarom. Hij zei dat we naar huis moesten, waarom gaan we dan niet naar huis? Ja, we gaan naar huis. Gaat ermee. Groep 8 besluit naar huis te gaan. De meester heeft zelf gezegd dat ze niet meer hoeven te komen. De meester snapt er niks van. Waar blijven die kinderen? Nou, snap ik helemaal niks van. Waar blijven die kinderen? Dan doe ik wel iets van me doen, dat moet ik toch niet zien. De meester gaat maar wat voor zichzelf doen, achter zijn computer. Nou, ik ben benieuwd hoe het met broer Jeroen gaat. Ik kan zo even emotioneel worden. Een paar kinderen zijn teruggekomen om te kijken hoe de meester erop reageert dat de kinderen naar huis zijn. Een van de jongens kijkt stiekem op het scherm van de meester. Is de meester misschien eenzaam en daarom zo chagrijnig? De klas bedenkt een actie, speciaal voor de meester. Nou ja, die ziet er goed uit. Ik kan je misschien een flyer geven? Ja hoor. Dat is een leuke meester. Kort. Dat zijn leuke dames. Hey, de kinderen delen flyers uit door heel Gouda. Stapel brieven. Zoveel vrouwen hebben gereageerd. Oh, deze houdt voor tv kijken. Deze komt uit Gouda. En dan van voetbal en alles. Wow. Laten we ons gewoon de drie leukste vrouwen uitkiezen. Nee, goed idee. Deze goed is. Hier, ja, deze gaat door. Kijk, ze heeft een foto erbij gestuurd. Ja, dat hebben ze bijna maar. Ja, deze kan ook door. Er zijn drie leuke dames geselecteerd. Nu moeten ze nog worden uitgenodigd. Van mij komt, die van jullie? Ja, die van mij ook. Goed, maar hoe gaan we dit aan de meester vertellen? Misschien kunnen we een rollen over de afvallen. Dan kunnen we meelokken. Ja, Steven? Nou, we wouden eigenlijk een bonte avond regelen. Maar we weten niet precies hoe we dat moeten doen. Dus wilt u misschien helpen? Ja hoor, ik kan wel. De kinderen zetten alles klaar voor de zogenaamde bonte avond. Wat zou de meester ervan vinden? Oké, mag ik een applaus voor meester Wassen? Oké, u ziet niks van niks. U bent uitgekozen voor het programma Meester zoekt vrouw. Wat? Ja, meester zoekt vrouw. Meester zoekt vrouw. Leuk. Hier is onze eerste kandidaat, Demi. Tweede kandidaat, Lotte. Onze derde kandidaat, Mireille. Wat is je eerste indruk van de meester? Hij zag er wel spontaan en lief uit. Volgens mij is hij wel grappig. Hij ziet er heel leuk en lief uit. Oké, vraag 2. Wat is je favoriete kledingmerk? Ik denk wel Adidas, want die heeft de leukste kleding. Oh nee, het is superleuk en schattig. Nou, in een trainingspak lopen vind ik heerlijk. Wat zou je doen als de meester een verzameling had van allemaal Ernie knuffels? Geweldig, die had ik vroeger ook. Dan zou je moeten kiezen tussen Ernie of mij. Mij maakt het niet zoveel uit, als hij mij maar het leukst vindt. Ja meester, we hebben geld ingezameld voor een diner. Maar we moeten wel beloven dat u nooit meer zo gereinigd bent in de klas. U moet één dame kiezen waarmee u uit eten gaat. Ik kies denk ik de eerste, Demi.
Yeah.